Ja, zij kondigt het nog even aan. Hoe lang gaan we ongeveer? 3 kwartier ongeveer. En dan signeer je daar. Zowel voor de zetting, zijn er ook die lastige voor. Echt goed in spreken. Dat jullie ook kunnen doen als je het handig vindt, dan moet het gewoon in je hand nemen. Ik vind hem in mijn hand wel fijn. Ja, dan is het op. Meteen kan je zien dat het. Hij doet het. Zullen we beginnen? Ja. We zijn klaar. Dames en heren, van harte welkom. Ik ben blij dat we hier nog mogen en kunnen zijn voor de mooie programmering. Jolande Withuis, Maria Heide, ook van harte welkom. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over het boek Geen tijd verliezen. Een biografie over Jan Burema Oosting. Een prachtig boek, een prachtig verhaal, maar ook waanzinnig mooi uitgegeven. Dus koop dit boek vandaag met handtekening. Ik zou het vooral doen. En ik wens jullie een mooie middag toe. Dames en heren, goedemiddag. Namens Jolande en mij. We kennen elkaar al iets langer, want ik heb je al meer geïnterviewd over andere biografieën, over je vader. Over Juliana. Ik geloof nog eentje, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker of ik daar toen bij was. Maar dat doet er niet toe. Nu deze enorme, dikke, ontzettend interessante biografie. Hoe kwam je daar? Hoe kwam je erbij om over haar te schrijven? Een vraag die iedereen vraagt. Ja, ik moest andere vragen stellen, maar ik ontkom je niet aan, hè? Ja. Bij de presentatie in Spui heb ik mezelf hiervan bevrijd door een stukje voor te lezen. Heb ik nu niet bedacht, dus ik zal het vertellen. Het is namelijk wel een heel leuk verhaal natuurlijk. Ben ik verstaanbaar? Oké. In 1990 ging ik promoveren en toen mocht ik van mijn vriendinnen een aquarel van iemand uitkiezen. En toen was er net, waren de 3 grote overzichtstentoonstellingen van Jeanne Oosting geweest. Namelijk voor haar 90ste verjaardag. En dat vond ik mooi, dus ik dacht van haar wil ik iets. Ik had geen ervaring in kunst kopen, anders had ik geweten dat net na een heleboel tentoonstellingen geen goed moment is. Maar ik ging dus naar een galerie. En daar was niets naar mijn smaak, dus ik dacht nou komt later wel een keer. Maar een paar dagen later werd er opgebeld naar mijn huis. En Tom, mijn echtgenoot, nam op en zei Ene Oosting, een vrouw. Ik dacht, wie kan dat nou zijn? Nou, dat was zij dus. Een zeer ferme stem. Ze was toen 92. En ze had van de galeriehouder begrepen dat iemand voor haar promotie een werk wilde. En dat vond ze geweldig. En ze gebruikte het woord, ze vond het zo mooi als een geleerde vrouw werk van haar wilde. En of ik dan in haar atelier aan het Oosterpark in Amsterdam iets wilde uitkomen zoeken. Dat heb ik gedaan. Ik had voor ogen een portret van haar, wat daar ook hing. Als iemand de VPRO-gids heeft gezien, daar stond zo'n hele deftige freule met een hoed en een bontjas voorop. Zoiets had ik dus voor ogen. Ik werd opengedaan door een wat morsige kleine vrouw van 92 met een sigaret bungelend in de mondhoek. Dat was al een zeer tekenend begin. Toen gingen wij alle trappen op en toen dacht ik, nou mag ik uitkiezen. Maar ik mocht helemaal niet uitkiezen. Ik kreeg eerst nog een ondervraging. Had ze het goed gehoord dat het een man was die mijn telefoon had opgenomen? Ik zei, ja mevrouw, dat was mijn man. Ja, maar u had toch gezegd dat het voor een promotie was? Ik zei, ja, ik promoveer volgende week. En toen kwam dus een zin die ik nooit ben vergeten en die ertoe heeft geleid dat ik 30 jaar later haar biografie ben gaan schrijven. Toen zei ze, maar u kunt toch geen 2 heren dienen? En dat, ja, dat kwam dus heel hard aan. Het was ongeveer alsof ik fraude pleegde, dat ik promoveerde en toch een man had. En ze was heel ferm, dus ik voelde me
ja, ik voelde me echt bijna betrapt op iets wat niet deugde. Maar tegelijkertijd drong wel tot me door dat dit dus haar leven was geweest. En dat ik als het ware iemand uit de eerste feministische golf hoorde praten. Iemand die had moeten kiezen en had gekozen voor de vak in een tijd dat ongeveer altijd betekende dat je er niet ook nog een partner op na kon houden. En die zin, u kunt toch geen twee heren dienen, die is altijd in mijn hoofd blijven galmen. En toen ik dus gepensioneerd was en vrij om te kiezen wat ik wilde, dacht ik, nu is het tijd voor Jeanne Oosting. Dus je hebt jaren eigenlijk gedacht van mijn volgende project? Nee, zo concreet was het niet. Maar ik was gewoon nooit in de gelegenheid. In 1990 overigens waren biografieën in Nederland nog volstrekt not done, voor wetenschappers zeker. Het was eigenlijk een genre wat in Nederland nauwelijks bestond. Wij waren natuurlijk een heel verzuild, dan wel heel socialistisch landje, waar het niet om individuen, maar om collectieven gaat. Dus biografie was geen erg levend genre in 1990, nu gelukkig wel. Maar het is wel zo dat toen ik ging denken, wat zal ik nu eens doen? Toen dacht ik, nou ga ik haar doen. En toen kwam je terecht bij een enorme grote schat eigenlijk. Dat bedoel ik niet haar, maar wat je vond. Ik zou haar geen schat noemen, nee. Zij was geen schat. Ik hou veel van haar, maar een schat zou ik haar niet noemen. Nou, als je een biografie gaat schrijven, begin je natuurlijk met te kijken, is er eigenlijk materiaal? Zij heeft haar hele leven lang heel veel bewaard. En haar professionele leven. We hebben net bij de thee al uitgerekend dat zij 70 jaar heeft gewerkt. Van 1922 tot 1992. Nou, die 70 jaar die kun je heel goed nagaan bij het Rijksinstituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag. Het RKD. Daar heeft zij ongelooflijk veel gedeponeerd. Haar opleiding, haar tentoonstellingen, wat ze verkocht, tijdschriften, recensies die ze inplakte, maar ook heel veel correspondentie met collega's, waaronder hele beroemde buitenlandse collega's. En dan vertelt ze in interviews ook vaak dat ze werd tegengewerkt. En dat wist ik ook wel, maar ik vind tegengewerkt zo'n, nou, loze kreet is te zwaar. Maar ik geloof dat ongeveer 3/4 van Nederland zich voelt tegengewerkt. Dus je denkt van, wat hield dat eigenlijk in? Wat was die tegenwerking van huis uit dan? En daar kwam ik met dat materiaal dus niet achter. Want het gezinsleven en haar afkomst, ja, die zaten daar niet in. Ze heeft echt de professionele dingen daar gedeponeerd. En brieven met schrijvers bij het Literatuurmuseum. Maar haar familieleven, dat was daar niet. Dus toen ben ik gaan denken, waar kan dat zijn? En uiteindelijk heb ik dat gevonden bij de kleinkinderen van haar zuster Lot. Ze had één zuster. Die hadden een archief. En dat mocht ik gebruiken, wat heel genereus was. Niemand wist goed wat erin zat. Maar toen ik het openmaakte, bleken daar dus duizenden brieven van haar ouders aan Jeanne in te zitten. Vanaf 1915... Dus wat die tegenwerking inhield, dat kon ik dus helemaal nagaan en documenteren. En nou ja, die brieven, ze kwam uit een heel chic milieu. Haar moeder was barones en haar vader een hele rijke Friese patriciër. En die brieven die geven een fantastisch inkijkje in de omgangsvormen in dat milieu. En dus ook in de rechteloze positie van gehuwde vrouwen en vooral ook van dochters. Met name van dochters die niet voldoen aan wat van ze verwacht wordt, namelijk te trouwen en kinderen te krijgen. Dus in die brieven zie je een gruwelijke reeks conflicten tussen vader die alles verbiedt. Ze mocht niet naar de lagere school, ze mocht niet naar een middelbare school, ze mocht zeker niet naar een kunstschool. Ze moest thuis zitten tot ze getrouwd was en ze gooide de kont tegen de krib. En deed dat niet, maar dat heeft dus heel veel naargeestige conflicten opgeleverd. En dat huis, dat was een huis met 40 kamers. Ja. Dus, een kasteel. Vreselijke vader. Een kasteel met 40 kamers. Een afschuwelijke vader. Een ambivalente moeder die ook niet echt een steunpilaar was. Soms wel, soms niet. Geen leuke zus. Een zus die helemaal voldeed. Waar zij ook vinnig over schrijft. Die zus voldeed aan het soort vrouwelijkheidsideaal wat hoort. Dus ja. Heel jong trouwen,
heel flirterig, niet diepzinnig. Wij zien daar een plaatje van hoe Sjaan het leven van vrouwen voor zich zag. Maar die zus die stak dus heel positief af bij haar. En er zitten daar ook foto's in van hun jeugd. Dan zie je twee poppetjes van meisjes. En een broer had ze toch ook nog? Ze had een broer, die was een stuk jonger. En die was, zoals dat gaat in de aristocratie, die was natuurlijk de stamhouder. Dus die werd enorm voorgetrokken. Die mocht wel naar school, die mocht wel studeren, die kreeg wel geld. Ja, dat was het lievelingetje. Maar het is een heel tragisch figuur, want hij heeft zich nooit... Ik bedoel, werken was voor deze familie not done. Je hoorde te leven van je landerijen en de opbrengst van de jacht en wat niet al. Dus die jongen die is jong gestorven, op zijn 60ste, is doodgevonden in huis. En heeft eigenlijk veel opnames, psychiatrische opnames. Heeft nooit iets zinnigs gedaan in zijn leven. Is echt de gevangene van zijn... Hij vond... Overigens precies net als zijn vader, dat zijn ongehuwde zus een volstrekt mislukt figuur was. Maar hij zelf, zie ik hem heel erg als iemand die zich niet aan het milieu heeft, niet de moed had en de kracht om zich te onttrekken en gewoon ten onder is gegaan aan het niets doen. Ledigheid is des duivels oorkussen. Zo is dat. Ik wilde het maar even gezegd hebben. Wanneer besloot Sjaan, want we noemen nu maar steeds Sjaan de Oosting en niet Buruma, want dat klinkt dus ook moeilijk uitspreken. Ze noemde zichzelf Oosting. Ze heeft heel snel afscheid genomen als professionele vrouw van die dubbele naam. Dus ze signeerde met Oosting. Ik zwabber een beetje heen en weer. Het is als biograaf ingewikkeld. Ik vind dat je vrouwen niet bij hun voornaam moet noemen, omdat je ze dan zo klein maakt en ook een beetje doet of iemand je beste vriendin was. Dus het is niet respectvol genoeg. Maar tegelijkertijd begin je in een biografie bij een baby en die ga je geen Oosting noemen. Dus het is een beetje knoeien. Een meisje noem je Sjaan. Ik noem haar ook Sjaan als het gaat over haar in relatie tot haar familie. Maar eigenlijk, als professionele vrouw noemde ze zichzelf Oosting en ze noemde zich juffrouw. Hè? Ze was heel trots op haar ongetrouwde status. Maar wanneer ging ze schilderen? Wanneer ging ze schilderen? Nou, in mijn boek heb ik een schilderij van het kasteel met 40 kamers van toen ze 10 was. Dus ze heeft het eigenlijk altijd gedaan. Er zijn prachtige schetsboekjes. Ze zwierf altijd door het landgoed van de Kloezen, was dat kasteel. En haar opa kwam van Lauswold, wat sommige mensen misschien kennen als een heel chic hotel in Friesland. En zij zwierf altijd door de landerijen met een schetsboekje en was eeuwig bezig, zoals ze zelf zegt, beesten met schubben en dode beesten en insecten. Ze was altijd de natuur aan het schilderen. En dat deed ze al vanaf dat ze 5 was. Was ze aan tekenen en schilderen. Dus in zekere zin kon ze ook niet anders. Het was wat zij wilde zijn. En ze deed niet anders en ze wilde niet anders. Had ze toen ook heel veel tegenstand van de ouders? Nee hoor. In de omgeving? Als kind werd het wel gewaardeerd. Ze werd geacht, bij wijze van spreken, de menus van haar verlovingsfeest een beetje op te sieren. Het conflict begint op het moment dat Sjaan duidelijk maakt dat ze een professionele vrouw wil worden. Dat schilderen voor haar een beroep is en niet iets van dat je af en toe een beetje piano speelt en af en toe wat aquarelleert of wat borduurt. Dus dan zie je de verhoudingen echt verslechteren. Daarvoor was het best gezellig, zijn die brieven vriendelijk. Maar het gaat mis als zij duidelijk maakt dat zij dit als een beroep ziet en niet van plan is te gaan trouwen. Hoe oud was ze toen ongeveer? 15, 16. En toen heeft ze eerst afgedwongen dat ze een jaartje naar kostschool mocht, omdat een kunstopleiding niet mocht. En een jaartje naar kostschool was voor deftige meisjes vaak een soort overbrugging tussen klein zijn en trouwen. Dus dat jaartje kostschool, dat kreeg ze voor elkaar, ook wel met moeite. Want dan was ze uit huis en dan wordt ze vergezeld door brieven van... Dan vraagt een tante, en natuurlijk ook een adellijke tante, vraagt haar te eten. En dat mag dan niet, want dan zou een neef van dezelfde leeftijd er kunnen zijn. En dat was al te link.
Dus je ziet hoe ze ontzettend, ook als ze buitenshuis is, dus op kostschool, heel erg in tang wordt gehouden. Dat ze geen nachtjaponnen mag met kantjes eraan. Nou ja, het is, als je die brieven leest, dan denk je echt van, het was een gevangenis en wat een... Wat een bemoeizucht met het, ook het intieme leven of het privéleven van iemand. Maar ze mocht dus niet gewoon met een neef ergens thee drinken of dat soort dingen. Want zij moest een fatsoenlijk meisje blijven. En dat kon voortdurend, een meisje van klasse heet dat dan ook, dat liep voortdurend gevaar. En dat kun je in die brieven dus helemaal volgen. Het is behoorlijk aangrijpend, vind ik. Omdat... heel veel mensen denken, ze kwam van een rijke komaf, dus dat zat wel goed. Maar ze was gewoon een gevangene. En vrouwen hadden niet eens handelingsbekwaamheid. Hun handtekening was niet rechtsgeldig. Dus die moeder, die kon haar ook geen geld geven. Die was schatrijk hoor, die moeder, maar het geld viel onder die vader. Dus je ziet dat die moeder af en toe postzegels stuurt. Of dat soort dingen. Dus het geeft een heel sterk beeld in de rechteloosheid van hoe rijk je ook bent. Als vrouw was je rechteloos. En dat komt er zo sterk uit naar voren. En dat Sjane dus alsmaar het conflict aangaat. Ze geeft het dus niet op. Ze was dus niet bang voor de vader? Nee, ze was niet bang. Ze vindt het wel naar. Ze schrijft ook ergens in haar memoires dat ze eronder leed dat de goede verhouding tot haar ouders... Dat het niet anders kon, dat ze niet anders kon dan de goede verhouding tot haar ouders bederven. Om zelf aan bod te komen. En ze zegt ook, want veel mensen die haar hebben gekend vinden haar termen van haaibaai en zo vallen dan. En nou ja, zoals blijkt uit hoe ze mij ontving, was zij niet op haar mondje gevallen. Ze was heel stevig. Maar zelf zegt ze, het haar op de tanden... Over zichzelf komt ook door alsmaar het gevecht met die vader aan te moeten. Ze heeft het ook op een gegeven moment, werd de Parijse veldslag uitgevochten. Dat was toen ze 30 was en naar Parijs wilde gaan. Ja, want dat was ze dus daarvoor. Waar heeft ze toen eerst gewoond? Ze is eerst naar Kostschool Het Kopje in Bloemendaal. Toen een jaar in Haarlem, waar ze naar de kunstnijverheidsschool. Toen is ze naar Den Haag gegaan bij schilder Roelofs in de leer. En toen is ze daar ook blijven wonen. En toen mocht ze zich niet inschrijven in Den Haag van haar vader, want ze hoorde thuis te wonen. Dus ze heeft er altijd op kamers gewoond. En toen in 1929 besloot ze naar Parijs te gaan. Dat was toch in die tijd heel wat, denk ik. Dat was enorm. Kunstenaars gingen natuurlijk veel naar Parijs. Maar een vrouw die in haar eentje naar Parijs ging, Charlotte van Palland, heeft het ook gedaan. Die kennen elkaar ook goed uit Parijs. Ja, dat kwam wel voor, maar het was natuurlijk een enorme stap. Ja. Want ze heeft natuurlijk heel veel andere kunstenaars ook ontmoet in Parijs. Wie waren dat bijvoorbeeld? Nou ja, ze vertelde altijd graag dat ze Picasso had ontmoet. Picasso, daar was zij een groot fan van, vond zij de grootste schilder. Heeft ze die ook echt gesproken? Ja, die heeft ze één keer gesproken in een galerie. Zelf noemt ze dat, ik zag dat ik groot wild onder schot had. En toen is ze... Is ze op Picasso afgestapt? Nee, ze was met vrij veel, niet alleen Nederlandse kunstenaars bevriend. En ze heeft een tijd lang naakte geschilderd in een soort inloopateliers, waar ook mensen als Giacometti werkten. En ze ging op les bij een heel beroemd graficus, waar ook Picasso werkte en Giacometti. Heel veel grote grafici hebben daar gewerkt. Hoe heette die beroemde graficus? Heiter, William Heiter. Ja. En kwam heel vernieuwend. Die heeft de grafiek op een hoger plan gebracht. En voor Sjane was hij een geweldige leraar. Ze vond hem fantastisch. En zij is daardoor ook een heel vernieuwend en beroemd grafieke geworden. Iets wat heel moeilijk is. Dus als je schildert, denk ik, dat is ook moeilijk. Maar graficus, dat lijkt me nog extra moeilijk. Want dat je hele andere technieken moet leren. Nou ja... Het interessante eraan is dat Sjane, dat was overigens ook een restant van de tegenwerking. Zij had de neiging gehaast te zijn. En ze heeft een dagboekje gemaakt van haar les bij Roelofs, toen ze dus 22 of 23 of zoiets was. Dat
dan is ze af en toe helemaal wanhopig, want ik ben te gehaast. En ik dacht, schrijft ze dan, ik dacht dat het heel knap van mezelf was, dat ik wel even zo een stilleven erop zette. En daarmee had ze natuurlijk ook alsmaar aan haar familie laten zien, zie je wel hoe goed ik ben. Dat had ze, zij dacht, dat is een kwaliteit, dat ik zo snel iets op kan zetten. En Roelof zei steeds maar, je bent veel te gehaast, je maakt je er te gemakkelijk van af. Dit stilleven is nog lang niet wat het zijn kan. Dus ze is voortdurend en eigenlijk blijft die haast haar leven lang wel haar part te spelen. En daar werd ze ook wel op bekritiseerd. Ze kreeg veel lof, maar als er kritiek was, was het altijd, ze is te gehaast en ze levert werk af waar ze langer over had moeten doen. Maar bij grafiek kan dat niet, want het is, ik bedoel, bij een schilderij kun je nog een groot makkelijk gebaar maken, maar grafiek is heel erg precies en vereist heel veel geduld in al die fases. En ja, het is maar iets wat ik opper, maar ik denk bijna, misschien was ze wel zo ongelooflijk goed in die grafiek, omdat het onmogelijk was om dat gehaast te doen. Dus dat de techniek haar bijna dwong tot enorm geduld. En dat kon ze dan ook opbrengen. Nou, dat zou dus best kunnen ook. Dat zou heel goed kunnen. Had ze daar succes mee? Met die grafiek had ze heel veel succes. Het was wel een ingewikkeld succes. De grafiek, zij is bekend geworden, of tenminste, zij is vooral herdacht als iemand die prachtige gekleurde stillevens, interieurs, landschappen maakte. Maar in de jaren 30, toen ze die grafiek maakte, dat was vrij macaber wat ze toen deed. Ze kwam in Parijs als meisje uit een kasteel met 40 kamers uit de lieflijke, maar bijzonder achterlijke Achterhoek. Zo, het woord is van haar hoor. Ik woon in de Achterhoek, dus ik mag het zeggen. Kwam ze in Parijs, waar het leven een en al vrijheid was, zowel in de schilderkunst, maar ook in de rest van het leven, waar het lesbisch leven bloeide, maar waar je ook de zelfkant had, een enorme zelfkant, een soort armoede die in Nederland onvoorstelbaar was, waar het uitgaansleven was. En ze wierp zich daar met enorme gretigheid op. Dat is een van de kwaliteiten die ik in haar zo waardeer, is haar ongelofelijke wil om alles te weten en haar gretigheid. Kijk, dat is haar opvoeding. Zij is dus opgegroeid met personeel, heel veel personeel, in keurige pakjes met witte schortjes voor. Dit is van toen ze 15 was of zo, heeft ze deze getekend. Maar in Parijs, daar wierp ze zich op, zowel de concerten, het uitgaansleven, als de galeries, maar dus ook op het nachtleven. En ze is bijvoorbeeld gaan tekenen in bordelen, wat voor een vrouw natuurlijk een ongekende stap was. En ze maakte heel veel vrij macabere grafiek. Ze moet geobsedeerd zijn geweest met ondergang, dood en verderf en verlating. Dus zelfmoordenaars, vrouwen op begraafplaatsen, eenzame vrouwen in cafés. En die grafiek werd in Nederland geëxposeerd, aangekocht door musea als buitengewoon knap, vernieuwend en mooi. Maar de kritiek die altijd wel van haar hield met haar stillevens, die vond het onvrouwelijk. Dus het werd wel als knap gezien, maar eigenlijk eentje schreef, in dit gebied, in deze wanhoop volgt men een vrouw niet gaarne. Dus ze betrad gebieden. Vrouwen hoorden zich met lieve, aardige, mooie, idyllische onderwerpen bezig te houden. En niet met de zelfkant en de gruwelen van het leven. Dus ze kregen er ook wel van langs. Het werd viriel genoemd, maar vooral onvrouwelijk. En wat ze in Parijs ook ontdekte was vrouwelijk naakt. Dat is één prachtig schilderij, staat in het boek ook. Hè? Tenminste, ik vind dat heel erg mooi. Je bedoelt dat die vrouw van voren af. Nou ja, dat werk, als je dat nu zou vertonen, zou het nog heel vernieuwend zijn. Het is een vrouw frontaal naakt, volstrekt onopgesmukt, niet verleidelijk, niet lieflachend naar de. Het is gewoon een vrouw die er kousen aantrekt. En het is een serie, ook een vrouw die er voeten zit te wassen. Ik vermoed dat dit bordeeltekeningen zijn, maar dat weet ik niet zeker. Maar in elk geval is het schokkend vernieuwend. En het is dus niet uit 2020, maar uit 1930. Ze heeft dat één keer bij een kunsthandel in Haarlem opgehangen. Een internationaal georiënteerde kunsthandel. En een paar jaar later wilde ze het in Amsterdam exposeren. Dus ze durfde wel. Maar toen heeft een goede vriend van haar, Albert Plasgaard, wat een beroemd criticus was,
die heeft het haar afgeraden. Die heeft gezegd, doe maar niet. En toen heeft ze ze de dag voor de opening van de muur gehaald. En toen hebben ze dus verder op zolder gelegen. Pas een paar jaar geleden heeft Museum Belvedere er 3 van vertoond. Maar bijvoorbeeld Museum Henriette Polak, waar heel veel werk van Sjaan is in Zutphen, die hebben ze alle 10 nooit opgehangen. Ze zijn gewoon nooit meer vertoond. En maar waarom niet, denk je dan? Nou, ik denk dat... Het is toch 2020 nu? Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Maar bijvoorbeeld op die overzichtstentoonstelling in 1988... dan zou je zeggen, het was toch 1988... waar heel veel werk van haar hing. En ook dat macabere werk, waar ze dus echt een overzicht wilde geven, zijn die naakten niet vertoond. Dus ze heeft daar ook toen zelf niet het gevecht voor aangegaan. Maar het is opzienbarend werk. En ik hoop gewoon dat we haar meer in zijn geheel gaan zien als iemand die een aantal perioden heeft gehad, waaronder dus een hele vernieuwende en gedurfde periode wat betreft vrouwelijk naakt. Ja. Hoe leefden ze daar in Parijs? Wat zeg je? Hoe leefden ze in Parijs? Ze leefden in Parijs eerst heel armoedig op een kamer zonder wc of met een wc voor 4 gezinnen, voor 4 appartementen. Ja, ze kreeg geen vaste toelage. Ze kreeg wel geld van haar vader, maar die hield er ook van om het in te houden in de hoop dat hij weer thuis kwam wonen. Dus ze had soms gewoon honger. Charlotte van Pallant heeft gezegd, zo arm als Sjaan had ik het niet uitgehouden. Maar ja, zij was voor haar idee in het paradijs beland. Ze kon heel veel... ze kon ook reizen in erbarmelijke omstandigheden. Ze kon veel aan. Ze was niet iemand die gauw zich ellendig voelde, als ze maar kon werken. En op een gegeven moment gaat de vader dood, die pleegde zelfmoord. En toen kwam ze iets ruimer in het geld. Ze erfde iets van grond, waardoor ze een soort vast inkomen kreeg. En toen heeft ze een flat gehuurd met wc en verwarming. Dus dat was een grote vooruitgang. Maar riant heeft ze nooit geleefd. Ze werd pas echt rijk in 1954, toen de moeder doodging. Toen was ze dus zelf 56. En toen kocht ze voor het eerst een huis. Toen was ze echt een hele rijke vrouw. En dat huis was in Amsterdam? Een huis, ze heeft 2 huizen gekocht. Dit naak trouwens is ook uit 1930. En dat heeft in Amsterdam ook een enorme reuring veroorzaakt. En ook in de krant van die naakte vrouwtjes. Dat moest allemaal maar niet. Maar het andere naakt is nog veel schokkender natuurlijk, want dat is van vooraf. Ze heeft toen een huis gekocht in Amsterdam, in het Oosterpark, waar ik dus ben geweest, en een huis in Almen. En verder heeft ze weinig met dat geld gedaan, want ze stelde er een... Dat waren dus miljoenen. Ja, miljoenen, echt miljoenen. Maar ze wilde leven van de kunst. Ze wilde echt als kunstenares leven. En collega's hebben haar ook altijd gewoon als collega gezien en niet als een rijke vrouw. Daar waren ze heel, heel expliciet over, degene die ik heb gesproken. Want ze maakte voor mensen die haar niet kenden een soort deftige indruk, maar die collega's zeiden, er was aan haar helemaal niets deftigs gewassen. Precies zoals wij, ze wilde alleen maar werken en ze wilde de werk verkopen, ook omdat ze niet werkte voor zichzelf, maar omdat ze de werk wilde vertonen. Dus ze leefde echt als kunstenaar. Toen ik kom nog even terug op die vader, want dat is in het boek toch een vreselijk figuur waar je de hele tijd, ja, waar je medelijden krijgt met Sjaan als hij weer geconfronteerd wordt met hem. Was er een soort opluchting toen hij dood was voor haar? Het was een enorme schok, want hij heeft zich door het hoofd geschoten en niemand had het vermoeden dat er iets aan de hand was. En zij hoorde dat, ja, hij heeft het, waarschijnlijk zat ze in de trein toen hij schoot, maar ze hoorde het toen ze toevallig in Den Haag was. Dat is natuurlijk altijd een enorme schok, maar het bleef niet bij die schok, want na zijn dood kwam aan het licht dat hij zich had doodgeschoten nadat hij was betrapt op een enorme belastingfraude en voorzag dat hij de gevangenis inging. Dus niet alleen moest ze de dood van de vader verwerken, maar ze moest ook nog verwerken dat zij dus een heel verkeerd beeld van hem had gehad. Ja. Hij was natuurlijk een grand seigneur, in feodale verhoudingen, een echt een magistraat, een familie van iedereen van die familie was
commissaris van de koningin en burgemeester en rechter en zat in de kamer. Dus je hebt het nogal over wat. En zij moest dus helemaal, en hij had haar altijd klein gehouden. Ik bedoel, zij was, hoe was het ook alweer? De gifzwam in het bloembed. Dat was zij thuis. Verschrikkelijk. Maar hij was dus de gifzwam in het bloembed, zou je ook kunnen zeggen. Ja. Maar ze moest dus, zijn vrouw en kinderen moesten niet alleen verwerken dat hij dood was, maar ook dat hij dus een schandaal achter zich liet. En dat, dan voel je natuurlijk ook nog bedrogen, wat een heel ingewikkeld proces is. Uiteindelijk denk ik dat het meer een schok dan een groot verdriet was. Want hij had geen enkele voeling met wie zij was. Zij is nooit naar een tentoonstelling geweest. Hij vond haar gewoon een volstrekte mislukkeling. Verschrikkelijk. Ja, het is heel, heel naar. En ik denk ook dat het altijd naar is gebleven. Want ze is later, heeft ze met de kinderen en kleinkinderen van zus Lot, die haar ook een mislukkeling vond, heeft ze een goede relatie gekregen en daar was ze ook heel blij mee. Dus het is nooit een echte breuk geweest, maar dat haar familie haar niet zag zitten en geen enkele interesse in haar werk had en geen enkele waardering voor haar, dat moet haar toch altijd, moet dat een pijnlijke plek zijn gebleven. Ja. Want hoe lang heeft ze al met al in Parijs gewoond? Van 1929 tot het oorlog werd. Toen is ze uit bezet Parijs naar het zuiden gevlucht. En daar heeft ze de zomer doorgebracht. De zomer van 40 dus. Dus heeft ook nog in Parijs gewoond in najaar 39. Toen het natuurlijk al oorlog was. En Parijs bijvoorbeeld al verduistering. En toen is ze teruggegaan naar Nederland, heeft zich in Amsterdam gevestigd, maar heeft ze de hongerwinter heeft ze op Lauswold doorgebracht. Wat natuurlijk een prettiger situatie was, want daar was nog wel eten. Ja, daar was gewoon eten. Er waren ook veel Duitsers trouwens, want die waren ingekwartierd in Lauswold, maar er was ook eten. Nou, in het boek, want daarom vind ik het ook zo spannend, er komen elke periode tevoorschijn die in allerlei, ja, ook landen, zeg maar, of plekken die zo erg met haar te maken hebben, dat ze daar ook over schilderde. Dus ik bedoel, als ze in Parijs was, ging het over Parijse dingen. Als ze in Amsterdam was, dan werd er iets geschilderd uit Amsterdam of van Amsterdam. Wilden ze daar ook wel eens uit losbreken? Nou, ze brak heel veel los, want ze was een heel enthousiast reiziger. En waar ik hier in Rotterdam nu opeens aan moet denken, is dat ze ook de watersnood heeft geschilderd. Ja, inderdaad, in 1953. Ja, en dat was dus werd heel, ze opgetrommeld, eigenlijk. Nou, dat was heel stoer van haar, want er werd op een gegeven moment een oproep gedaan of er kunstenaars waren die naar de watersnood bereid waren te gaan. En dan kregen er 3 toestemming, want het was natuurlijk verboden gebied. Je moest toestemming hebben als journalist of wat dan ook om dat gebied te betreden. Kregen er 3 namens de Federatie van Kunstenaars toestemming. En die moesten dan zowel een goede opleiding hebben als mooi werk leveren, als goed gezond zijn, als geestelijk er tegen kunnen. En Sjanne was dus de enige vrouw van die 3. En toen was ze al in de 50 en dat was in 1953 natuurlijk een oude vrouw. Maar zij heeft dus 10 dagen staan schilderen in het water. En dan werden ze opgehaald op een gegeven moment. Dus ze zag ook voortdurend het water weer om zich heen stijgen. En een van haar collega's is na een dag gestopt. Die vond het te angstaanjagend. Maar zij heeft daar dus 10 dagen staan schilderen. En dat werk later verkocht ten gunste van het Rampenfonds. Ja. Dus het was wel echt een hele stoere daad. Ja. Nou, nu komen we tot het hete hangijzer. Het liefdesleven van Sjanne. Ja. Wat vind jij een heet hangijzer? Nou ja, in het boek wel een beetje. Want het is, er wordt wel, voor wat jij weet, dan over gesproken. Maar je weet het nooit precies, vind ik. Nee. En dat maakt het natuurlijk heel nog, heel toepasselijk zien we daar 2 dames liggen. Maar vertel eens iets daarover. Was ze verliefd? Werd ze vaak verliefd? Nou, was ze nooit verliefd? Het liefdesleven is wel een beetje een raadsel. Want zowel de familie wist er eigenlijk niks over te vertellen. Maar ook de collega's, ja, de collega's die ik heb gesproken zijn natuurlijk allemaal collega's van een latere generatie. En daar was ook een beetje, ja, er wordt dan wel over gespeculeerd. Was er een man geweest en was die overleden? Was ze eigenlijk lesbisch? Wat was ze eigenlijk?
In het archief van kunst, het RKD, vond ik brieven van Rolien Wiggers-Wiertsma. En ik vond in een ander archief brieven van Jeanne aan anderen over haar breuk met Rolien Wiggers-Wiertsma. En Rolien heette gewoon een vriendin. Jeanne was toen begin 20. Maar uit die brieven na de breuk kun je echt afleiden dat het veel heftiger was dan een vriendin. En ik zie dat als Jeanne's eerste grote verliefdheid. Dat was dus op een vrouw. Of het ooit een relatie is geworden, ik denk van niet. Maar dat weet ik gewoon niet. En ik hou me altijd toch een beetje strikt aan wat ik niet weet, weet ik niet. Ik zeg wel dat ik denk dat het echt een grote liefde was. En jullie hebben een schilderij langs zien komen van een glazen pot met daarin een schorpioen op sterk water. Nou, dat is een van heb ik echt veel plezier in gehad in dat te reconstrueren. Want de kunsthandel had de datum fout en die dacht ook dat de schorpioen verklaard kon worden omdat Jeanne altijd al dol was op het schilderen van vieze dieren. Maar schorpioen was het sterrenbeeld van deze Rolien. En het schilderij, kun je rechtsboven zien, is opgedragen aan RWW. Het komt wel weer langs. En het is uit 1924 en dat was met kerst 23 was de breuk. Dus volgens mij is die schorpioen op sterk water, is Jeanne de rouwverwerking geweest, dus letterlijk verwerken, van de breuk met Rolien. En heeft ze de gemene valse Rolien op sterk water stevig opgesloten met een stop erop. Dus het is eigenlijk toch een beetje wraak ook in de tekening. Ja, Ze vond het vreselijk, hè, dat Rolien niet... Ze vond het vreselijk. Ze was echt... Verder met haar ging, zullen we het maar noemen. Ze was helemaal geslagen. Ze vond het verschrikkelijk dat Rolien... Ze had ook enorme bewondering voor het werk van Rolien. Ze heeft ook heel lovend over haar geschreven. Het was echt een groot verdriet, de breuk. Dus ik vind dat schilderij niet alleen maar wraak. Want het is ook het is heel mooi en zorgvuldig geschilderd. Dus er zit ook heel veel liefde en concentratie in. Dus ik vind het een ingewikkeld werk. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het dus dit de redenering is achter dit onderwerp. Heb je nog meer schilderijen of tekeningen ontdekt die daarmee te maken hadden? Wat we net zagen, die twee Lito van twee vrouwen. Ze heeft in de oorlog een relatie gehad. Dat is wel echt een relatie geweest met Nettie Nijhoff. Nettie Nijhoff Winter schrijft, die in 1930 of 31 een hele opzienbarende roman voor christenen, een schandelijk boek, voor anderen een interessant boek over twee vrouwen, twee meisjes en ik. Ja. Dat beroemd heeft een beroemd boek en Jeanne schrijft erover aan haar moeder, ze heeft dat toen meteen gelezen en begin jaren 40 in de oorlog schreef ze een brief aan deze Nijhoff over een ander boek. En dat leidde tot een contact. En dat heeft echt geleid tot een korte verhouding. En Nettie Nijhoff wilde over die verhouding een boek schrijven. En Jeanne zou bij dat boek de illustraties maken. Nou, dat boek is in elk geval nooit uitgekomen. Maar er is ook nooit een manuscript ontdekt van Nijhoff. Maar ik heb wel die illustraties ontdekt, want die zijn gewoon bij het Rijksmuseum. Dat heeft iets van 1000 werken van Jeanne. En daar is een reeks in, idyllisch intermezzo of zoiets heet het. Lyrisch intermezzo. En daar zitten tekeningen in. Verder heb ik ook een ook niet tot stand gekomen relatie gevonden met Werumeus Bühning, de schrijver. Dat kan ik me gewoon haast niet voorstellen, omdat je natuurlijk nu die ziet als een hele... oude, saaie man. Ja. Maar dat was hij toen kennelijk niet. Ik zou het niet weten. Ik vind niet dat zij een goede hand van liefdes had. Nee. Want die Rolien, de brieven waarin Rolien het uitmaakt, vind ik ongelooflijk onaangenaam. Nettie Nijhoff vond ik ook heel onaardig eigenlijk tegen Jeanne. Nou, deze Werumeus Bühning, dat is gewoon één brief waaruit blijkt dat zij wel iets wilde, dat ze iets hadden gehad en zij verder wilde en hij niet. Voor hem was een soort speeltje en daar was zij toch een veel te... Zij was wel een ernstig iemand. Zij was niet een flirtig iemand. Voor haar was alles wel heftig, ze was heel temperamentvol. En vervolgens is ze in de jaren 60 ook nog heel erg verliefd geweest op Jeanne Roland Holst. Ook geen handige keuze.
met wie ze ook geen relatie heeft gehad, maar wel een zeer langdurige en zeer intieme en heftige vriendschap. En dat is wat ik ben tegengekomen aan liefde. Ja. Dus eigenlijk niet een echte, stabiele, blijvende relatie heb ik nergens gevonden. Als jij jezelf verplaatst naar die tijd, zou jij verliefd op haar kunnen worden? Nou, ik denk dat ze je heel erg af kon schrikken. Dat is denk ik wel een probleem aan haar. Dat ze... Maar als je daar doorheen brak? Nou, dan was ze denk ik heel erg leuk. Maar ook heel heftig. En als je haar brieven leest... Ja, ik noem het ergens overstelpen met verlangen. Dan kreeg je ook wel wat over je heen. Het was een heel heftig iemand... Dus ik denk ook dat mensen voor haar terugschrokken. Misschien was dat wel het probleem, dat ze aan de ene kant heel gereserveerd kon zijn en op het botten af onaardig. Ik denk ook dat ze dat niet altijd doorhad, want mijn eigen visie op mijn korte ontmoeting met haar is dat ik haar intimiderend vond. En dat ik nu denk, misschien was ze wel gewoon echt nieuwsgierig, maar heb ik dat niet begrepen door haar enorme toon en... Ja, die statuur. Het was... Maar zo'n toon krijg je misschien al mee als je uit zo'n nest komt. Dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat ze dat nest heel erg van zich heeft afgeworpen. Maar dat ze haar prachtige kaarsrechte rug en ook die stem en dat praten van mensen die gewend zijn dat er naar ze geluisterd wordt. Dat heeft zij altijd gehouden. Iedereen had het over haar bevelvoerdersstem. Dus veel mensen hebben haar als intimiderend of onaardig ervaren. Mensen die haar beter kenden zeggen ze was ontzettend aardig en geduldig en lief en genereus. Ze heeft een fonds voor schilders opgezet voor prijzen. Collega's vonden haar genereus en veel aardiger over hun werk dan andere collega's. Dus ik denk dat zij in eerste instantie mensen afschrok. Ze was gereserveerd, maar als ze dat liet varen... Dan was ze een heel temperamentvol, heftig iemand. En zo iemand als Werumeus Buning, die schrok daar denk ik voor terug. Dat was een getrouwde man. En die wou misschien wel leuk iemand eventjes voor wat plezier. Maar zo iemand was zij juist niet. Nee. Bij haar was alles meteen heel heftig. Ja. Dus dat maakte haar denk ik niet een heel gemakkelijk iemand. Als je nu terugkijkt op haar leven, ze woonde in Amsterdam. Hoe komt het nu dat... Toch, ja, mensen die heel erg in zijn met de of die heel veel weten van de kunst, zeg maar, dat ook heel veel mensen haar niet kennen. Nou, want ik had er wel van gehoord, maar, en ik geloof zelfs dat Boijmans ook iets heeft. Heel veel Nederlandse musea hebben werk van haar. Maar hoe komt het dat ze dan toch... Nou ja, zij was echt de grand old lady van Nederlandse schilderkunst in de jaren 90. Vanaf 1960 tot 1990 was zij denk ik wel Nederlands meest gerenommeerde kunstenares. In elk geval, Roland Holst had het over de meest geëxposeerde vrouw van het noordelijk halfrond. Ze had voortdurend exposities. Ze verkocht heel goed en heel veel. Dus het is heel raar. Ik heb me dat natuurlijk afgevraagd, want elke keer als ik iemand vertelde dat ik over haar een boek schreef, kreeg ik zo van, wie is dat? Ja. Dus dat ze zo snel vergeten is heel raar. Daar heb ik over nagedacht. Nou ja, je hebt natuurlijk op de eerste plaats dat figuratieve kunst na de oorlog niet door de musea niet hoog werd geschat. Omdat de abstractie alles was en doorging voor vernieuwend en verzet. En, dus sowieso is figuratieve kunst een beetje uit zicht geraakt. Ik denk dat het heel erg in haar nadeel is geweest dat ze toen ze doodging... werd ze echt overal herdacht. Dus toen was ze nog heel beroemd. Maar herdacht als degene die met die prachtige kleuren... schitterende olieverven maakte van binnen... Van mooie, aanvaardbare vrouwelijke onderwerpen. Dat is ook niet iets wat je voor eeuwig een plaats in de kunstgeschiedenis... Dus dat hele, al die naakte, maar ook al die macabere grafiek die zo vernieuwend was... Haar olieverf en haar aquarel waren veel gewoner. Die waren niet vernieuwend, die waren gewoon heel goed. Maar niet heel erg afwijkend van anderen.
Maar dat opzienbarende werk is uit zicht geraakt. En dan is er nog het feit dat zij zo van rijke afkomst was. Ik heb twee museumdirecteuren die nu rond hun pensioen zitten, die dus aan de macht waren in de tijd dat Sjane doodging, heb ik naar haar gevraagd. En die zeiden allebei, nou ja, ze zeiden ongeveer een echte kunstenaar is arm en zij was rijk. Ach, al die freules, zei er één. Weet je, een schokkende minachting, niet voor nou, het werk, maar voor echt klassevooroordeel. Dus niks over de werk, maar alles over dat zij van deftige huizen was. Vond ik wel vrij benepen en ontluisterend. Staat volgens mij niet in het boek. Jawel, staat in het slotdeel heb ik een aantal dingen opgezond. En natuurlijk dat heel veel van het werk, dat ze dat echt niet kende. Want een van degenen die dit zei, die liet ik ook dat frontale naakt zien. En die zei, als ik dat geweten had, dat ze ook dit had gemaakt, had ik heel anders over haar gedacht. Dat is toch eigenlijk vreselijk. Ja, is heel erg. Dus ik hoop ook dat ik het totaal van haar werk laat zien. Ja. En er komen tentoonstellingen en we gaan ze alle 10 die naakte gaan we daar ophangen. Dat in elk geval. En wanneer komen die tentoonstellingen? Voorjaar 2022 komen er op 5 plekken tentoonstellingen. In Zutphen komt een tentoonstelling die het boek volgt, dus biografisch echt, een hele grote. In Belvedere, het prachtig museum bij Heerenveen, wat historisch ongeveer naast al die landhuizen van haar Friese voorouders ligt, gaan ze 2 zalen vullen. 1 met de Parijse grafiek en 1 met haar Friese afkomst. Maassluis, vlakbij hier dus, heeft wonderlijk genoeg een hele grote collectie van haar. Ja. En dat komt omdat ze toen ze 80 was, heeft ze die prijs ingesteld voor jonge kunstenaars. En daarna is ze gaan denken, hoe stel ik mijn eigen werk veilig voor de eeuwigheid? Toen heeft ze bedacht dat ze het niet naar grote musea ging schenken, omdat ze bang was dat ze dan in de depots verzeild raakt. En toen is ze een aantal kleine musea gaan bezoeken. En toen was ze heel enthousiast over het museum in Maassluis. En met name volgens mij over de conservatrice daar, die heel actief en heel hele actieve, leuke jonge vrouw. En Maassluis heeft dus wel iets. Ik heb een notarisakte gezien met voor 250.000 gulden werk. Die hebben honderden werken van haar. En die gaan een tentoonstelling maken over haar reizen, want ze heeft heel veel gereisd. En dan is er het dorp Almen, waar haar buitenhuis het Elgen ligt. Die gaan iets maken over juffrouw Oosting in het dorp, want ze had ze was natuurlijk een curiosum in dat dorp. Ja. En daar is een leuke tentoonstelling over te maken, vooral ook omdat heel veel dorpelingen werk van haar hebben gekocht. En dan is er nog het Centrum voor Prentkunst, gespecialiseerd in grafiek in Vochtelo, en die gaan een tentoonstelling maken over Sjane en haar tijdgenoten. Dus er komt veel te zien. Dus dat is allemaal in 2022? Ja, de zomer van Sjane barst los op 9 april 2022. Maar dat komt misschien mede toch door jouw boek ook? Ja, ik ben gewoon al die musea afgegaan en ik heb gezegd, ik ga een biografie schrijven. En ik dacht, als je een biografie over een kunstenaar schrijft, dan is het zo zwemmen op het droge als niemand. Ja, ik bedoel, we hebben het mooi uitgegeven met veel kunst, maar je wilt gewoon dat werk kunnen zien. Ja, tuurlijk, ja. En toen werd het 2022, omdat musea een hele lange planning vooruit hebben. En ik dacht eigenlijk, dat komt me wel goed uit, want dan heb ik de tijd. Maar door COVID ben ik gewoon heel snel gegaan. Dus daarom lig ik nu voor op de musea. Ja. Tot slot, Jolande, hoe is ze? Ze is op hoge leeftijd overleden. 96. Schilderde ze toen nog? Nou, 1,5 jaar voor ze doodging heeft ze een attack gehad en toen heeft ze niet meer kunnen schilderen. Toen is ze ook meteen opgehouden met eten en drinken, want als je niet kunt schilderen kun je beter dood. Maar daar is ze op teruggekomen en toen heeft ze eigenlijk, vind ik dat heel bewonderenswaardig, ze is nog geïnterviewd voor een televisieserie Getuigen van deze eeuw, interviews met beroemdheden die rond 1900 waren geboren. En dan vraagt de interviewer, vindt u het leven nog wel de moeite waard nu u niet meer kunt schilderen? En dan zegt zij heel wijs, ach, tegenslag hoort erbij. Er zijn ook mensen die niet kunnen lopen, die moeten zich daar ook bij neerleggen. Ik moet me daarbij neerleggen.
En dat heeft ze dus gedaan en ze is het huis gaan opruimen, zodat de nabestaanden geen last van haar hadden. Dus ze heeft eigenlijk... Praktisch gedacht. En praktisch ja, en ook wel gedaan. Wijs. Ja, van, zeker. Ik wil niet herinnerd worden als een oude mopperpot. Ik moet me hier bij neerleggen. En toen heeft ze nog 1,5 jaar in het Elger gewoond. Maar ze heeft dus eigenlijk tot de dag van die attack heeft ze gewoon staan schilderen. En daar is ze ook begraven. Daar is ze ook begraven in Almen, ja. Was dat dan nog heel bijzonder met, ik zou maar zeggen, dat al de vrienden erbij waren? Uit Amsterdam of... Ja, het was wel een grote begrafenis, ja. Ja, zeker. En dus niet in een van de familiegraven in Friesland. Nee. Want ze heeft, dat vertel je ook helemaal... Ze heeft nooit iets gebruikt van dat geld wat ze gekregen had. Nou, ze heeft daar dus die huizen van gekocht. Ja, maar dat is het dan. Ja, het lijkt erop... Ik bedoel, ze was niet iemand met grote auto's, juwelen of couturekleding. Dat pak waarin ik eraan trof, had de brandgaatjes van de sigaretten. Van de sigaretten, ja. Dat past op dus, ze, ja, een van haar collega's heeft ooit gezegd... Ze bleef leven als een ongetrouwde freule die niet hoorde te komen aan het familiebezit. En ze heeft natuurlijk goed geleefd. Ze heeft... Ik bedoel, ze heeft veel gereisd, ze heeft kunst gekocht. Maar het lijkt alsof ze leefde van het geld wat ze verdiende. En dat wilde ze ook eigenlijk. Dus ze heeft heel veel van die erfenis gewoon onaangetast gelaten en doorgegeven. Ja. Ben je nu ook oostingmoe? Of, nee hoor, ik ben voorlopig nog niet oostingmoe. Ik vond het een... ik heb me altijd met... ingewikkelde onderwerpen bezig houden. Over de oorlog had ik altijd nare boodschappen. Over trauma had ik gemene boodschappen. Ja. Over Juliana was natuurlijk een ingewikkeld onderwerp. Ja. Mijn vader was ook niet echt eenvoudig. Nee. En dit voelt heel vrij en plezierig. Ja. Dit is gewoon een heel fijn onderwerp waar niet hele gevoelige haken en ogen aan zitten waar je bevolkingsgroepen mee kunt kwetsen of zoiets. Ja, nee, maar dat heb je ook niet gedaan. Nou, het is een prachtige biografie, vind ik het. Je hebt werkelijk een monument voor haar opgericht. En het leest echt als een trein, want er staat verschrikkelijk veel in. Het is dik. Maar ik vind het ook spannend. Ik vond het heel spannend om te lezen. Oh, kijk, dat is heerlijk. Ja, dat is echt zo. Elke keer weer een nieuwe periode. En je gaat je natuurlijk ook verplaatsen in zo'n vrouw. En dan denk je... Waarom eigenlijk? Ik vind het ook een hele mooie vrouw. Althans op de achterkant. Prachtige foto. Ja. Ja. Dus ik... er ging een wereld open, zoals dat dan ouderwets heet. Ik hoop voor u ook, dames en heren. Als u het boek leest, u weet nu al veel. Maar in het boek is het toch allemaal weer iets anders. En ik heb natuurlijk niet alles gevraagd. Want dit is eigenlijk maar een heel klein stukje uit het boek, vind ik. Meer dat je... iets begrijpt van die vrouw of niets begrijpt. Dat kan natuurlijk ook nog. Dank je wel. En je wil signeren, heb ik begrepen. Als er zaalvragen zijn, mag dat voor mij ja, ook. Ja, natuurlijk. Wel, wil iemand nog iets vragen in de zaal? Er zijn geen zaalvragen. Of... Zeker. En Abel Enstra had ik heel graag in het boek opgenomen. Maar dat schilderij was niet te achterhalen. Het is wel op het internet te zien. Maar nu ga ik iets zeggen waarvan ik absoluut niet weet wat ik nu zeg. Dan is de resolutie niet hoog genoeg. Zei ik alsof ik wist wat over ging. Maar zo'n afbeelding van het internet is niet goed genoeg om in het boek te doen. Maar het is een geweldig schilderij van Abel Enstra. En toen ze aan het... Oosterpark woonde, vond ze het ook altijd heerlijk als Ajax had gewonnen, want dan kwam het hele park, liep vol. Ze was een dol op voetbal en op Cruijff. Maar wat je hier zag is Roland Holst. Wat is daarmee? Oké. Okay. 30.000 gulden. Ja, maar helaas wisten wij dus niet aan wie. Ja. En zij woonde
Oh nee? Wat ontzettend jammer dat ik dat niet heb gehad, dat materiaal. Nee, ken ik niet. Maar is zij een zus van Gerard Hoordijk? Nee, want zij heeft in een huis van Gerard Hoordijk gewoond in Parijs. Kijk, dat heb je er nou van als dingen bij particulieren op zolder liggen. Wat jammer zeg. Oké, dan... Ik heb wel wat brieven uit Veren en er is ook een reisboekje, een dagboekje uit Veren. Dat gebruik ik allemaal wel, maar dit ken ik niet wat u nu zegt. U begrijpt dat dit niet hoort, hè? Dat dit echt in een openbaar archief hoort. Maar misschien dat u het straks even aan Jolande laat zien. Dat je het in ieder geval gezien hebt. En het is in ieder geval een anekdote erbij, hè? Dus zo moet je het ook maar zien. Als iets positiefs. Zijn er nog meer mensen die iets op zolder gevonden hebben? Ik zeg altijd braaf, als historicus heb je niet het laatste woord. Dus wie weet wat er nog op zolder ligt. Maar dat ik dat binnen een dag te horen zou krijgen. Kan iedereen zich even melden? Die nog... ik denk ook altijd... dat ik in die 10 jaar Parijs geen één relatie ben tegengekomen. Dat is natuurlijk iets waarvan je denkt, kan dat eigenlijk wel? Maar ik heb het toch echt niet gevonden. Maar ja, je weet natuurlijk niet wat nog ergens ligt. Alles wat je geraadpleegd hebt. Het is ontzettend al die veel. Noten, dat is al 10 pagina's of zo. Nee, het is heel veel. Ik geloof dat op het RKD dat het 3,5 meter archief is. En van de familie 21 dozen, dat is dus echt een hele muur vol. Dus het is heel veel, maar ja, je weet natuurlijk nooit wat nog ergens ligt. Dat weet je gewoon echt niet. Nee, maar het is iemand die natuurlijk toch heel erg geleefd heeft. Dus daar komt het door. Ja. En dat is alleen maar mooi, denk ik. Dat nou ja, er zit bijvoorbeeld in het familiearchief zo'n stapel aanzichten van de meest interessante mensen. Die heb ik allemaal niet op kunnen sommen, maar dan kun je wel zien dat ze ongelooflijke vriendenkring had. Ze is eigenlijk van jongs af aan bezig geweest te denken, familie, dat is het niet, ik moet het van vrienden hebben. Dus ze bouwt overal heel actief, zie je haar een soort alternatieve familie opbouwen met kunstvrienden. Daar zie je haar, dat ze daar haar hele leven mee doende is. Ja. Oké, vol dappere moed, zei ik, wie heeft er nog wat? Nou, ik geloof in deze zaal vandaag niet, maar misschien bij de volgende keren, wie weet. Ik vind dat we al heel erg veel weten over haar. Echt, ik heb gevonden dat ik alles weet, op die liefdesgeschiedenissen na natuurlijk. Want dat is verder niet uit te pluizen. Dus, Nee, dat is gewoon, als er iets tevoorschijn komt, komt er iets tevoorschijn. Ja. Maar wat er te vinden was, heb ik wel gevonden, geloof ik. Nou, ik vind het in ieder geval heel erg... mooi, echt mooi, mooie biografie. Dank je wel. En als je houdt van biografie, dan is steeds wel echt een topper erbij. Zullen we maar even heel ordinair zeggen. Ik blijf nu gewoon glimmen hier. Ja. Dank jullie allemaal wel voor de aandacht. En dank je wel, Jolande. En ga lekker signeren. Het was een feest om nou je te interviewen. Ik heb alleen maar aangegeven... En jij moet vertellen natuurlijk. En ik heb toch nog 1 vraag gesteld, hè, die je niet verwacht had. Ik had een heleboel vragen niet verwacht. Oh, nou ja, je zei het zijn allemaal dezelfde vragen. Toen zei ik, dan zal ik er eentje stellen die ze vast nog nooit gevraagd hebben. En welke was dat? En dat was van, ben jij wel eens verliefd op haar geweest? Oké, nee, dat had niemand gevraagd inderdaad. Nee. En daar ging je gewoon op in. Tuurlijk. Dus, ja, dus ik dacht, nou, nu komt het, maar... Nee hoor, dat was gewoon afgehandeld. Je dacht, nu loopt ze weg. Nee. Dat had ik helemaal niet gedacht. Ik dacht, hoe lossen dat op? Maar heel handig, gewoon zoals alle andere dingen. Ja, dankjewel.
Ja.